another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there, and these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 3 september. En ik heb vandaag weer eindelijk een vlog voor jullie vanuit Nederland. Want ik zit namelijk sinds deze week op mijn nieuwe school. En ik heb het heel erg naar mijn zin. En de mensen vinden het gewoon hartstikke leuk dat ik YouTube heb. En vandaag hebben we dus een barbecue met de klas. En toen vroeg ik aan mijn klasgenoten, wat zouden jullie ervan vinden als ik zou vloggen morgen? En dat vonden ze gewoon hartstikke leuk. Dus vandaar ga ik vandaag voor jullie vloggen. Ik heb wel een beetje haast, want we gaan over een paar seconden weg. En ik moet nog mijn sokken aandoen en zo. En mijn hele kamer is weer echt een bende. Omdat, ja, als ik naar school moet, dan ben ik gewoon helemaal chaotisch in mijn hoofd. En dan vergeet ik alles op te ruimen. Maar van het weekend zal ik het wel allemaal weer opruimen. Want zo kan het echt niet verder. Maar ik zal jullie eerst mijn outfit wel even laten zien. Ik draag vandaag dit shirt met Killenit van Straatstijl. Deze jas van Anna van Toorn. En deze broek van Come Good Fashion. En ik denk dat ik mijn Rose Runs aandoe. Maar ja, volgens mij wel. Ik weet nog niet zeker, maar ik denk het wel. En ik heb trouwens vandaag een best wel uitgebreide ooglook gemaakt. Ik zal hem al even aan jullie laten zien. We zitten alweer eventjes in de auto. Alleen de TomTom doet echt heel erg raar. Want als het aan die TomTom lag, dan waren we ergens in Verwegistan. Dus, maar we weten de route nog wel een beetje. Alleen het is meer bij die school daar, bij die straatje. Och, hou je mond jij. Weten we niet zo goed wat het is. Maar ik denk dat de TomTom ons dan wel goed stuurt. God, die TomTom is echt irritant. Maar wat is dit nou voor onzin? Maar terugweg moet ik trouwens met de bus en met de trein. Of de tram. Oh nee, wat is er nou weer? Stomme bus. Maar ik zie jullie zo wel, want dit is echt geen nieuws. Nou, hier hebben we mijn school en kijk, allemaal lampen. Vind ik leuk. We moeten zo daarheen en dan kunnen we naar de klas. Dat is dinges. Dat is onze mentor. Hallo, meneer van Zwieten. 1A begint in 30. AV1B begint in lokaal 10. AV1E in lokaal 31. PET1C in 28. Nou, hallo. Oh, dat hoor niet. Oh, wat erg. Oké, en toen ben je nu het opnemen? Ja. Nou, kijk eens even. We zitten lekker in de klas. En dit is Pim. En dat is Sander. En dit is Lop. Oh, en dit is de vriend. Hallo. Oh, shit. Je hebt de camera mee. Ja, dat heb je goed gezien. Goedemorgen. Oh, daar hebben we Elmo. Hallo. Zo is ons vat. Oh. Wat voor les hebben we nu? Oh, jeetje. Goedemorgen. Weer een andere docent. We hebben nu een of andere les, ik weet niet wat. Arenette en de kapoenen. Daar is echt niet te praten. Oh, we hebben Nederlands. Nou, we hebben net Nederlands gekregen van die mevrouw. Maar ik was weer een beetje stout, want ik zat met mijn telefoon, maar dat mocht niet. Dus voortaan zal ik hem wegdoen. Waar gaan we nu heen? Naar Miel. We staan nu te wachten op de les. We hebben zo editing. Kijk, van die man. Hij heeft Miel en dan denk ik gelijk een honing. Zeg, hi honing. Hoi.
wil niet, hij wil niet vaststellen. Scherpstellen. Zeg nou vaststellen. We hebben nu les van Jan de Man en namelijk geluid. Hij dacht, ik snap jou, maar dat boeit me niet. Nou, toedeloe. Marios. Kijk nou wat leuk, een graffiti muur. Volgen jullie wel lessen? Oh jee, allemaal mensen. We hebben dus hier, en ik liep weer eens. Dankjewel, Vincent. Pas je op mij. Lotje gaat lekker drinken, Ali. Hier heb je lekker allemaal drinken en hier heb je mijn voet. Nee, niet. Het is lekker. Oh, hij komt zo. Oh, daar komt je flesje. En kijk wat hij neemt. Hij neemt deze. Favoriet. Oh, wat cool. Niet gesponsord. Oké, nu komt deze. Kom, we gaan kijken hoe die dat doet. Ja, maar die ging zo leuk. Oh nee, die ging vast. Die zijn. Zo, gelijk de snoep kapot. Als je er eerst filmen was. Oh ja, wacht, ik had 10 zo'n pakken. Ik heb de camera gejat. Dit is veel leuker, ze moeten... Ik kijk... Ja? Ja, het is allemaal... Kijk, als ik vlog is het veel leuker. dit is toch veel leuker om naar te kijken? Kijk, we moeten nu eigenlijk niks doen. We blijven heel goed hard. Onder 5 tonnen wordt heel veel We gaan zo meteen lekker barbecuen. Ja, dat is veel leuker. Maar ik vind dit niks eigenlijk. Dit is toch best zwaar. Ik denk eens weer. Hoi. Ga je nou weer inzoomen? Nee, ik zie het. Oh nee. Ja, maar dan kan ik ook uitzoomen als ik edit. Ja, ik ga er maar weer stoppen, want dit kan ik niet. Ja, dat is leuk te doen. Barbecue. Tot bij de barbecue, denk ik. Abonneren. Ik heb geen kanaal. Ik wel. Toch abonneren. Shout-out naar... deze school. Naar deze school. Koele muur. Naar de mijn oordeelpies. Met de koele muur. Nou, ik sta hier met Lot, maar ik heb jullie nog niet verteld. Kennen jullie allemaal wat Huis Anouk is? Ja! Nee, nou onze mentor, dat is meneer van Swieten. Hij is eigenlijk... Hey, u weet... Je klopt helemaal niet. Nee, u heet toch Ron? Tom! Oh nee, Tom! Ja, dat gaan we wel. Nee, maar we staan nu te wachten tot die barbecue eindelijk gaat. Het duurt best wel lang. Ik heb een beetje trek nu in mijn buik aan te rammelen en zo. Nee, maar even duimpje omhoog als je het Huis Anubis kent. Ik krijg wel even 100.000 duimpjes omhoog. Zo. Nee, maar even doen. Nou, we zijn lekker aan het barbecuen en ik zou mijn god niet weten wanneer dat ding eraf moet. Dus ik heb allemaal assistenten. Wie zegt dat? Ja, dag. Oh, die roken. Vinden ze mooi, hè? Nou, lekker. Deze voor mij. Lama Matano. Nou, ik heb lekker wat eten. Ik heb saté en hamburger en wat stokbrood en kip. Wat heb jij? Oh, je hebt een meloen. Hoe kom jij nog fruit? Met de fruitschaal. Oh my god, dat ga ik zo halen. Hak u aan. Is dat op nu? Leuk zo met op eten als je dan... Wat ben je aan het eten eigenlijk? Dit? Dat heb ik net al gezegd, dat kan. Maar... Oh. Stel jezelf eens voor. Ga eens vloggen. Ik hoor. Nee, Pim. Zit zo'n theesaus aan je water weer doen. Lekker. Eet er gewoon eraf. Nou, mijn naam is... Oh. Hoi. Hey. Ik ben niet belangrijk. Sorry. Ja, je is aan het vloggen. Laat het met u. Ja, nou, het ging toch over jou? Moet je zo doen. Kijk zo. Hoi. Oh fuck, wespen. Ja, mijn naam is Timothy Gerrell. Ik kom uit Amersfoort. Ik doe de opleiding hetzelfde als Julia. En voor de rest zitten we lekker te genieten van de barbecue met watermeloen. Ja, lekker. En ik ga nou even niet lachen, want ik zie mijn boven met eten. Ik moet niet eten. Ja, ja. Oh nee, Pim, het gaat regenen. Het regent al. Ik heb je even mooi ingezoomd. Oh nee, het gaat echt regenen. Gadver. Nee, oh nee, mijn telefoon. Druppels. Oh nee, mijn telefoon is hier zwaar. Sorry, is voor.
Ik ben Henk Dissel. Ik ben het neef van Cristiano Ronaldo. Ja. Ik kom uit Oudewaterwest. Wacht even. Wat loopt hij allemaal te doen? Het is niet mijn camera, maar het is niet van mij. Welke drie lijf zelf bezit? Hoi. Hoi. Vries dit? Of Julia, nee, Things Julia Loves. Things Julia, Julia Loves. Die is nu daar. Heet ze Julia? Ja. Oké. Vertel. Nou, we zijn hier in Utrecht. Op het Creative College. En we zijn op zoek naar de ware liefde voor jullie. Dus kom maar even mee. Oh shit, wacht. Nu komt het hoor, jongens. Zoals je ziet, zijn er hier twee deelnemers die kans gaan maken op de liefde misschien voor Julia. Hoi Chris, hoi. Hoe is het? Ja, lekker met jou. En jij zit Julia dus al zitten? Ik ben, ja, Julia. Julia. Is daar. Ik zie Julia denk ik niet zitten. Gok. Nee, maar zo meteen zie ik. Zie niet. Nee, ik zie hem niet zitten. Maar deze zou het misschien leuk vinden? Zou je misschien leuk vinden? Want ik weet, je gaat me sowieso naaien. Want dit is een pleuris vlog en dan zit ik straks met de ene man. Oké, we zijn terug naar de reclame. Hallo, we zijn er weer. Goed, we zijn ondertussen op het Creative College. En zoals je ziet hebben we een heerlijke barbecue. Zijn we lekker aan het eten. Misschien lust jij ook wel een vleesje, dus laten we anders even bij het vlees gaan kijken of daar wat is voor Julia. Ondertussen neem ik eventjes even een broodje van iemand. Smakelijk. Dit is heerlijke stokbrood gemaakt door de bakker. En zoals je ziet, zie je Julia al wijzen. Verrassing. Vindt ze het leuk, denk ik, of wel? Dat vindt ze wel grappig, denk ik. Ja, ik weet het niet. Ik zit er ze heel staat erg... daar. Ik zit er angstig bekijken. Nou, zoals je ziet hebben we hier al vlees. Hè, kom even kijken, even lekker hamburgertjes. En hier al lekker overheerlijke stokbrood. Het was heerlijk, hoor. Zo, laten we eens even gaan kijken wat er op de pan zit. Ga je niet naar Julia? Nou, gaan we ook naartoe. Oké. Okay. Het wordt lekker gedraaid allemaal, hè? Hey. En dit is de camera, denk ik, van Julia. Van Julia. Maar we hebben al twee deelnemers gevonden. Voor? Zakkenlopen. Nou, ze hadden een programma, schijnbaar. Nee, dat was jouw idee. Nee, dat was jouw idee. Zeg, alsjeblieft, ik snap helemaal niks van. Hij heeft een datingshow begonnen. Ja. Nee, maar... Nou, nu ben je weg. Heb je ooit een keer een ongeluk in de tunnel gezien? Ah. Lekker. Ja, dat is echt heel handig. Ik moet nog even naar nou, nou, helaas wordt het een ander programma per definitie nu uitgesteld. Nee, oh, we gaan daten. We gaan matches bij elkaar zoeken. Nee. Nou, leuk. Laten we beginnen. Lekker met zoveel jongens en weinig en meiden. De relatieoverhouding is niet zo heel erg. Allemaal gay. 95%. Vinden jullie wel leuk? Oh, bij elkaar. Nou, dat is leuk, hè? We hebben in ieder geval de eerste date al voor elkaar. Ja, ik neem het iedereen. Nou goed. Oh, gezellig. Zo, huppatee. Goed, vast gezellig. Ja. Gezellig. Maar laten we even verder gaan kijken wat er nog meer is te doen. Ik heb hier in deze omgeving. Niemand is mijn leeftijd. Wat is je leeftijd? Ik ben 15. Wauw. Ja. Ja. Kijk, nu kan ik aangeklaagd worden. Nee. Ja. Ik lijk geen 15 hoor. Dat zegt iedereen. Nee, ik had je 19 gegeven of zo. Wat? Oh nee, ja, toch? 18, 19, nee joh. Zo. Heftig. Nee joh. Hoeveel denk je dat ik ben dan? 20? Oh nee. 22. Ja. Oh. Dat bedoel ik. Maar laten we even verder gaan kijken, want we hebben natuurlijk nog meer activiteiten hier ook te doen. Ja. Ja, loop maar mee. We lopen mee. Lopen, ja. Hoi. Smakelijk. Nou, dit was dus de eettafel. We gaan even een rondje lopen, we gaan gewoon mensen interviewen. Kom maar mee. Dat leuk. Ik vind het wel grappig, jongens. We moeten gewoon dit als gewoon echt een YouTube-kanaal maken, weet je wel? Dit soort shit. Water! Oh, ik kan ook nog limonade halen, hoor ik net in mijn oortje. Oh. Laat even naar die tafel gaan. In je oortje. Echt, what the fuck. Goed. Mensen, we zijn hier voor het programma EO. Nou, we willen graag hier wat vragen stellen. Oké, hey.
Vraag 1. Smaakt het eten een beetje? Is het eten goed? Ja. Is het eten vers? Ja. Pas, dat weet ik niet. Ligt er aan dat je ze klaarmaakt? Dat betwijfel je. Waarom betwijfel je dat? Hoe lang ligt dat er al? Oh, dat weet ze niet. Oké, nou dat waren de vragen. Nou, ik smakelijk. Doei. Jos, hoeveel krijg jij betaald voor dit? Ja, ik denk dat dat het wel een beetje was. Ik ga ook even verder eten. Mijn bestek zit er nog onder, dus ik moet gewoon verder gaan eten. Anders wordt mijn eten een beetje koud. Oh my god. Oh, ik wil jullie nog even meenemen naar het drinken. Oké, waar is het drinken? Wordt leuk voor jullie als ze dit terug gaan. Oké, kom mee. We gaan mee. Dat is Lesser, ook een opleiding, hele leuke opleiding op deze school. Oké. Okay. Hebben we het nog een beetje naar gezien, mensen? Als jullie aan het terug gaan kijken, echt. Wie kunnen we drinken halen? Oh, ik zie het. Oh ja, Ranja. Ranja. Nou, ik zie geen rietje. Nou, dit is de hal. Ja, die kennen we al. Echt heel leuk. Heel leuk. Nou, je kan dus uit verschillende keuzes kiezen. En waar ze dan... Ziet het, ze kiezen dus wel echt voor de topproducten. Zoals de sinaasappelsap of de dubbelfris. En dan de appelperzik smaak. Dat is ook bij veel mensen een hoogste voorkeur natuurlijk. De Pepsi Cola. En de Coca Cola. En we hebben Sissi water of 7-Up. Zeg jij maar waarvoor ik zou kiezen. Stop. En verder. Goed, we zijn weer terug. De keuze is gemaakt. Ja, ik ga toch voor de cola. Ik denk dat die andere gasten... We gaan even een testje doen. Kom, we nemen deze mee, maar hij weet natuurlijk niet wat voor smaak van de cola dit is. Of gewoon de normale Coca-Cola. Of misschien de First Choice, want die merk heb je ook van cola. Of de Pepsi. Dan gaan we gelijk even bekijken of die een beetje goede smaak heeft. Ja, dan gaan we weer gezellig naar buiten. Cameraman, regisseur, weet je wel, alles. Presentator. Oh, ondertussen regent het, dus doe alsjeblieft je paraplu op. Je zet even de paraplu op, jongens. Wacht even. Pas op, opstapje. Lekker nog geen punt dan, hè? Wacht even, we gaan een testje doen. Oké, okay, jij komt er toch even in. Nee, ik moet op. Ik heb een cola voor jou. En jij hebt wel een cola. Free. Nee, je moet even proeven. Dat is free. Je hebt de Coca-Cola natuurlijk, je hebt de First Choice. Of je hebt die andere. Wat doen jullie? Ook is het? Freeway. Wat is dit? Freeway. Freeway. Ik ga het ook even proeven. Is het niet Freeway? Ja, volgens mij is het de Pepsi Cola. Is dat goed? De jury knikt ja. Je hebt het goed, man. Je hebt een prijs gewonnen voor ons, een goodiebag. En een sigaretje ook. Ja, die heb je ook gewonnen. Hey Bo! Dit is Bo. Dit is Bo. Die doet ook lesje aan die fans. Nee. Oh, niet meer hoor ik. Nou, sigaret. Ik hoef trouwens ook niet meer te eten, denk ik. Ik zit een beetje vol. Ja, wat kunnen we nog doen? Nou, Julia, afsluiten. Het zult met jullie afsluiten. Dat was voor de eerste. Ik weet niet of deze kip goed is. Nee, dat wil jij eens is... proeven? Nou, nee, ik denk dat ik dood ga al, want ik heb al 3 van die dingen op. Try it. Goed, wij gaan deze aflevering even afsluiten. We hopen jullie nog vaker te zien natuurlijk. En we wensen nog veel geluk en ja, heel veel sterkte met je leven. Wat is er precies gebeurd? Nou, we zijn weer. Ondertussen lopen we onderweg naar de bus. Ik weet niet wat er net allemaal is gebeurd met die interviews, maar dat zie ik later wel. Maar het regent fucking hard en ik word er helemaal gek van. Maar we gaan nu dus naar Centraal en vanaf daar ga ik lekker weer naar huis. Eindelijk. Weekend! Weekend! Oeh! Wie vlogt? Nee, jij. Je gelijk in het openbaar, weet je wat de rest. Ja, ik ken mij de vlog, Theo. Nou, iedereen kijkt. Wat denk ik dan? Dat ik de hele tijd in mijn bed ga vloggen? Ik slaap nu. Ik ga nu slapen. Hij, ik ben wakker.
En het kan me niet schelen wat mensen van me denken. We staan op de grond. We komen net uit de bus en ik ga nu even mijn OV opladen voordat ik zo snel problemen kom. Hi. Ik loop nu onderweg naar de tram en hun lopen gezellig met me mee omdat ze bang zijn dat ik het niet haal en niet vind en zo. Maar ja, ik weet helemaal niet hoe lang die gaat. Oh, hij staat er al. Shit, ik weet helemaal niet welke... Oh ja, volgens mij moet ik IJsselstein. Ik ben het helemaal kwijt. Ik wist helemaal niet waar ik was, waar ik heen moest lopen. Dus het lijkt wel of ik dement ben. En dan pleur ik bijna van een lift af. Een lift? Hoe heet dit? Een roltrap? Nee, maar hun moeten straks een hele andere richting als ik. Dus dat vind ik wel jammer, dus ik wil helemaal loner. Maar ik spreek jullie zo wel, want het gaat een beetje onhandig. Want straks knal ik van de roltrap af. Van de roltrap af. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was. Right there, right next to you. And it's hard. The days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? Goedemorgen allemaal, het is nu zaterdag 5 september en ik ga nu pas de vlog afsluiten. Want gisteren was het echt serieus heel de dag aan het regenen. Ik voelde me helemaal niet lekker en ik had gewoon echt helemaal nergens zin in. Dus heb ik heel de dag maar een beetje op mijn laptop gezeten en video's bewerkt. En die dag daarvoor, toen heb ik in de avond niet meer gevlogd. Omdat ik toen echt helemaal niks meer bijzonders ging doen. En toen dacht ik, ja, nu kan ik wel weer in het donker de vlog afsluiten. Maar het is misschien leuker als ik dat op een lichte dag doe, zeg maar. Maar ja, de eerste schoolweek is achter de rug. Het was niet echt dat ik les heb gekregen. Het waren meer introductiedagen. Ik vond het best wel leuk op zich, maar ook weer niet helemaal. Het was namelijk wel echt heel erg vermoeiend om naar al die mensen te luisteren. Ik ben daar nooit echt geïnteresseerd in. En ik had gelijk hele lange dagen. Dus dat was ook niet zo lekker. Maar ik vond die barbecue wel echt een hele leuke afsluiting. Ik vind mijn klas echt super leuk. Dus ik heb heel erg veel zin in dit jaar. Ik denk echt dat het een leuk jaar gaat worden. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze vlog leuk vonden om naar te kijken. Hij was wat langer. Maar dat kwam natuurlijk door dat hele lange interview met die jongen. Die gezellig aan jullie van alles liet zien. Maar goed, dat was ook wel leuk. Maar voordat ik de vlog afsluit, wil ik eerst even 3 nieuwe kledingitems zien die ik heb besteld op de website www.romway.com. Ik ben er namelijk zo super blij mee, maar het zijn er maar 3. En als ik daar een aparte shoplog van maak, ja, dat is ook wel een beetje kort. Dus het lijkt me wel leuk om nu die items even aan jullie te gaan showen. Stay by my side, or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you don't. Now tell me, would you really ride? How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Your love is it like nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? Tell me what you want, what you like. It's okay, I'm a little curious. Nou, dan waren dat dan weer de outfits. Ik hoop natuurlijk dat jullie ze net zo leuk vinden als dat ik het vind. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie het leuk bewerkt vonden. Want daar had ik weer heel erg mijn best op gedaan. De linkjes naar deze producten staan allemaal in de beschrijving. Dus wil je even op deze site kijken? Of denk je nou, oh, dat shirt wil ik ook wel? Nou, dan moet je vooral even kijken op de site. Want het is echt heel erg leuk. Vooral een duimpje omhoog als je wilt dat ik vaker vlog. Ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer naar een nieuwe video komt kijken. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Doei! Oh, dat is natuurlijk helemaal top. En anders, het ziet er gewoon al super leuk uit bij je make-up stash. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee.